Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Empires of the Underground. De volgende aflevering zijn we hier gebleven. Ik heb eigenlijk niks gedaan in de tijd dat ik de aflevering had afgesloten de vorige keer. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn, want nu ga ik eventjes wat meer mieren eventjes proberen te regelen. Want dat hebben we wel nodig. Vooral wat er allemaal buiten aan de hand is. Ik denk niet dat de nacht zo lang meer kan duren, denk ik. Ik ga in ieder geval wel een probleem krijgen als de andere mieren van de blauwe en de geelachtige kolonie ook weer naar buiten gaan. Dawn breaks, and the battle for the high ground will soon continue. The high ground colony defended their aphid flocks well, succeeding in securing vital food supplies to see them through the oncoming onslaught. Oké, jullie ga ik gewoon als verdediging opstellen hiervoor. Terwijl ik deze gewoon hier mooi hou. Dus gewoon wel een beetje in groepjes gaan. Dus dat gaat betekenen dat ik ook de ruimtes in tweeën ga splitsen. Dat is waarschijnlijk wel wat beter. Dus jullie gaan maar hierheen. Dan kunnen we toch wel wat eten halen. Het is niet zo actief op de vloer, maar hey. The Fuska colony is sending a wave of warriors to clear a path for their queen. Oké. Laten we ze gewoon even allemaal neerzetten daar. The ants must defend themselves. Oké, ik denk dat we deze gewoon hier niet toezetten en dat we deze dan gewoon hier laten, want deze lijkt me toch wel wat beter. Oké, jullie gaan in de tussentijd weer even verder. Kijk, zie je nog wat eten? Nee, volgens mij niet. Even kijken. Dus gaan we hier even een aantal ook van die gifspuiters neerzetten. The Roofer Colony is sending another assault. They are desperate to reach higher ground. Okay, that was easy. Dus jullie zet ik gewoon hier neer met deze erbij. We hadden er nog eentje voor bij kunnen zetten. More black ants are emerging from the Fuska nest. Ja, dat zijn gewoon die sterkere, dus die moeten eigenlijk hier ook wel weer neer gaan zetten. Ik denk dat het beter is om gewoon in de nacht ondergronds te gaan uitbreiden en overdag gewoon dit gebied te verdedigen. Lijkt me toch het beste, want the ants will fight to the death. Dit wil natuurlijk niet helpen, want black ants die zijn veel sterker dan die andere. Oké, ga ik dit toch wel een beetje weer aanpassen, zodat ik toch een andere verandering eraan maak.
More soldiers are emerging from the roofer nest. Oké, die moeten ze ook nog even regelen. The battle has begun. Night falls, and a temporary truce emerges between the warring colonies. The colony is starved. Once again, the high ground woodants must make a choice. Do they defend the aphids, or will they hide, resting their forces until the morning? Resting their forces. Nou, ik ga wat anders doen onder de grond. Ik ga dit gebied even wat uitbreiden. Waar gaan we naartoe? Ik denk dat het gewoon hier. Jezus. Ik denk wel alsof ze allemaal hier naartoe gaan. Is dat zo? Ga ze gewoon naar het water toe. Ja, volgens mij wel. Zo, nog twee erbij. Oh, zijn maar van die kleinere. The ants must defend themselves. Top. Ik probeer deze aflevering, of ja, deze aflevering in ieder geval deze level te halen. Ik weet niet of het gaat lukken, want het duurt, de nachten die duren langer dan de dag, de dagen. Dus ik ga het wel gewoon even zien, anders maak ik hier nog gewoon een aflevering na. Ligt er een beetje aan hoeveel tijd ik heb. Oké, deze die zijn klaar. Naar de volgende toe traan. Dan gaan we gewoon hier naartoe eerst. En dan gaan we heel langzaam richting deze kant op. Die moeten we ook nog. Laat ik eerst deze doen. Hier. En dan hierboven. Very easy. The ants must defend themselves. Dat is heel erg mooi dat die, dat het toch die zwakkere zijn, niet wie dan die meer in de war laten maken. Soort van. Dat is in ieder geval heel erg fijn. Kijk, het laatste beetje eten wordt nog opgepakt. En de rest gaat hierin. Alvast. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Take to that one. We hebben in ieder geval heel wat eten om weer op te slaan. Here they come. Twee kleintjes, mooi. The ants must defend themselves.
er nog twee. Dan is deze ruimte wel zo goed als vol. Ik denk niet dat ik deze helemaal vol ga maken, maar voor het meeste. Oké. Ga maar weer hierheen. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Dawn breaks, and the battle for the high ground will soon continue. The high ground colony defended their aphid flocks well, succeeding in securing vital food supplies to see them through the oncoming onslaught. Okay, dan wachten we nog bij Edelmet. Hier zijn in ieder geval weer spontaan bezig om deze gedeeltes even veilig te maken. Intussen heb ik dit uitgave maar even gestopt. Oké, die gaan even naar buiten om eten te verzamelen. More black ants are emerging from the Fusca nest. Oké, de rest moet even blijven verdedigen. The battle has begun. Nou, dat was alles weer. En weer verder halen. Tot het eten. Waar halen ze hier dan van? Geen idee. More soldiers are emerging from the roof of nest. Okay, die is wel gesneuveld. Oh, maar we hebben er nog wel één. Mooi. Oké, de laatste had ik wat geplaatst. Ik ben daar in ieder geval een goede verdediger van. Die zijn lekker even op de Both lower samen. Ground colonies are now sending out armies at the same time. Dat kan wel eens een probleem worden. Maar ja, als we er eentje kunnen verslaan, dan gaan de twee ook wel lukken.
Ga ik vanuit. Oké. Gaan we gewoon weer verder hier naartoe. Dit lijkt nog wel lastig, hè, maar ik weet niet. Er kunnen ook vier van die kleintjes zijn. Als er twee van de grote en twee van de kleine zijn, dan is dat op zich nog wat te halen als ik dit gebied nog even vol pomp met alles. Zo. Ik denk dat ik deze aflevering nog wel haal, want ik heb nog maar één dag te overleven en dat is het eigenlijk. Zo. Oh, het zijn maar vier van die kleintjes. The ants must fight. Dacht al. Maar ik denk dat dit nog wel de moeilijkste gaat worden, denk ik. Serieus, gaan ze nou helemaal omlopen om dat even te kunnen halen? Wauw. Zo. Oké, dit wordt waarschijnlijk het lastigste, maar ik ga deze aflevering gewoon halen. Hoop ik. Een famous last words. Oh. The ants must defend themselves. Dat is het laatste beetje eten wat we hier kunnen verzamelen onder de grond. Dus dat is mooi, we hebben in ieder geval alles gehad. Denk ik. Ik moet nog even op te kijken. Ik heb alles heb gehad. Ja. Zo. Gewoon precies genoeg eten om dit allemaal te kunnen vullen. Nice. Wow, nee.
Nu gaan die mieren heel irritant doen. Ik zet gewoon mijn warriors zet ik op A large black ant force has been sent from the Fusca nest. The ants will fight to the death. Oké, de gifspuiters kunnen daar binnen wel makkelijk aan. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Moet die warriors toch wel even gaan upgraden? Lijkt me. More wood ants are heading toward the high ground colony. Okay, nacht valt volgens mij. Ze hebben waarschijnlijk al geleefd, denk ik. Toch om zeker te zijn ga ik wel eten halen. We hebben gewoon niet genoeg mieren om alles mee te kunnen overleven. God, nu komen ze zeker. Yep. The day is almost over. The low ground is already starting to flood. The lower ground nests are emptying completely. And the ants are rushing up the bank. This is their final assault. Het is maar goed dat ik nog even snel eten heb gehaald. Want die queens, die komen er ook aan. Ik weet niet of ik dit ga overleven, maar het zal chill zijn. Nou, we hebben één queen al kapot. Ja, volgens mij halen we dit wel. Hey. Hey, the colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Ja, die liggen hier vol met water. Hey, we won. The wood ants upon the hill have finally defeated their would-be successors. Tomorrow their empire will expand to the undefended intertidal flats below, commanding both the aphid farms and the bounty of the sea. This colony will rise to become an undeniable power in the undergrowth. Woohoo! Weer level completed. Even kijken. Ja, meer oil jelly. Ik heb nog wat gebruikt. Het level. Het is wel hectisch, maar wel leuk. How is the colony progressing? The queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. Dat zeker. Deze 25 zet ik gewoon even onze ski neer. Deze zet ik gewoon hier neer. Oké, kunnen we vervolgens nog iets upgraden? Ik denk het niet. Behalve ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik denk dat deze aflevering nu al lang genoeg bezig is geweest. Volgende aflevering gaan we dus hier eventjes bezig. In ja, het hoofdbasisachtig iets. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik me volgende keer weer.